Mijn naam is Margriet Brouwer en ik ben projectleider bij Landschapsbeheer Flevoland. Landschapsbeheer Flevoland, dat is een stichting en wij zetten ons in voor beheer, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap in de provincie Flevoland. In 2018 hebben wij een project ingediend bij de provincie Flevoland voor een subsidie uit het plattelandsontwikkelingsprogramma POP 3. En dat project dat gaat over het behoud en de versterking van boerenerfsingels en kleine landschapselementen in Flevoland. Een onderwerp waar wij als Landschapsbeheer Flevoland al 20 jaar voor inzetten. Door de jaren heen zijn veel groene elementen op boerenerven verdwenen in Flevoland of kwalitatief achteruit gegaan. En met ons project proberen we deze elementen op de juiste manier te herstellen en te onderhouden, waardoor het agrarisch gebied landschappelijk gezien een groene impuls krijgt. Maar om de boerenerfsingels voldoende te kunnen behouden, is het wel noodzakelijk dat boerenerfeigenaren gerichte informatie krijgen over het nut en de noodzaak van deze boerenerfsingels. En over de mogelijkheden voor het aanleggen van kleine landschapselementen in Flevoland. En daarom zijn wij ook ontzettend trots dat wij mede door de POP 3-subsidie het project Boerenerven in het Groen kunnen uitvoeren de komende jaren. Mijn naam is Manfred Sleper. Mijn vrouw en ik zijn eigenaar van dit voormalige boerenerf in Marknissen. Toen wij kwamen wonen was de samenstelling en dichtheid van onze singel voor verbetering vatbaar. Wij vinden het belangrijk dat de oorspronkelijke singelstructuur weer terugkomt met oog op de oorspronkelijke opzet. Vandaar dat wij ons hebben aangemeld voor dit project. Tevens is een goede windsingel een mooie groenstrook rondom het erf waar wij erg van genieten. Mijn naam is Rudy Brulleman, erfenconsulent bij Landschapsbeheer Flevoland. Eigenaar van boerenerven kunnen zich telefonisch op een mail aanmelden voor het project. In een gesprek met mij wordt bepaald wat de huidige situatie op het erf is, waar behoefte aan is en of de deelnemer akkoord kan gaan met de gestelde voorwaarden. De dag dat Rudy bij ons kwam om het erfsingelproject toe te lichten, wees hij ons ook op dat er ook een subsidie beschikbaar was voor de aanleg van kleine landschapselementen. Wij wilden altijd al bijvoorbeeld fruitbomen op het erf en we hebben daarnaast een grote wei waar deze fruitbomen wel zouden passen. Het ontwerp wat Rudy heeft gemaakt in combinatie met de bloemenweide paste erg goed binnen onze visie. Het hele plan hebben we op één been uitgevoerd, een win-win situatie voor beide partijen. Inmiddels hebben zich al 60 deelnemers aangemeld voor het aanleggen van kleine landschapselementen en ruim 70 deelnemers voor boerenerfsingels. Steeds meer erven zullen meerwaarde bieden voor de biodiversiteit van Flevoland, waarbij je rekening wordt gehouden met de cultuurhistorie van de polder. Zo maken wij samen het landelijk gebied beetje bij beetje groener.